Hallo, welkom bij de bespreking van de opdracht van de cappuccino. Een behoorlijk groot verhaal, maar heb je vast wel gelezen, want als het goed is heb je de opdracht eerst zelf geprobeerd te maken en nu bespreken we eventjes de opdracht in zijn totaal. Cappuccinoapparaat, een aan- en uitknop. Een aan- en uitknop zorgt er puur voor dat hij gaat werken, oftewel dat het water 100 graden Celsius wordt. En dat komt omdat er dan stroom gaat lopen door de schakelaar. En dan gaat hij door het verwarmingselement. En dan gaat hij natuurlijk weer verder. Nou, dat is een stroomkring. Bij 100 graden Celsius zal de warmwaterthermostaat ervoor zorgen dat de stroom afgeschakeld wordt. En dat betekent dus dat hij nooit hoger dan 100 graden Celsius kan worden. Deze thermostaat, de stoomthermostaat, die kan ervoor zorgen dat hij doorverwarmt tot 120 graden Celsius. Maar dan moet dus deze knop hier moet dan ingeschakeld worden en dan moet dus het warm water tot 120 graden Celsius kunnen worden gedaan. Nou, de eerste vraag is dan ook van teken in de figuur de verbindingen die nodig zijn om de stoomknop op de juiste manier aan te sluiten. Dus je moet een aantal verbindingen tekenen en dat is dus dit en die. Ja, en die moet ervoor zorgen dus dat het water niet bij 100 graden Celsius stopt, maar bij 120 graden Celsius. Nou, allereerst, ja, de stroom moet er moet een stroomkring zijn, dus hij gaat zo. Hij gaat door aan de uitknop en dan gaan we hem eventjes zo. Ja, gaat hij naar één kant van de stoomknop toe. Ja, nou, dan gaat dus hij door de stoomknop, dan gaat hij hierheen. En dan moet hij dus, ja, let op, hij moet niet hier worden gedaan. Want ja, dan krijg je de 100 graden blokkade. Nee, hij gaat die kant op, zo. En dan gaat hij dus naar deze kant, zo. Ja, als het water dus 100 graden Celsius geweest, maar nog geen 120, dan zal dus de stroom zo gaan lopen door de aan- en uitknop, die moet altijd aanstaan, dat zo door de stoomkop, die dus dan ook gesloten is, en dan gaat hij dus niet door de warmwaterthermostaat, want ja, die zorgt ervoor dat bij 100 graden het afgesloten zijn, dus hij gaat die kant op en dan zo, en dan door de stoomthermostaat. En dan heb je dus een juiste schakeling. De punten erbij. Ja, daar staan ze. Je ziet één draad van de stoomknop naar de draad tussen aan-uitknop en een warmwaterthermostaat. En één draad tussen stoomknop en tussen de twee thermostaten. En let ook even op de opmerking. Het kan natuurlijk wezen dat je een paar draden hebt getekend dat het per ongeluk goed uitkomt. Maar als je dan een niet werkende schakeling krijgt, dan zou het maximaal nog één punt kunnen zijn. Nou, dat is dus de stoomknop. Nu heb je ook nog een veiligheidsthermostaat. Ja, en die moet het verwarmingselement uitschakelen als de temperatuur toch te hoog wordt. Dus ja, boven 120 graden Celsius. En dat dus de stoomthermostaat bijvoorbeeld niet correct werkt. Nou, dat is dan ook vraag 6. Ja, vraag 6 wordt gevraagd van, goh, waar zou die veiligheidsthermostaat moeten komen? Nou, ik heb dus inderdaad dat de stroom dus zo er doorheen gaat. Dan stel je voor dus dat die stroom ongehinderd doorgaat. Dat dus deze twee thermostaten het niet aankunnen. Dan is het zo. Let op, het staat wel bij hier. Als dat is, blijft het lampje branden. Dat betekent dus dat de stroomkring niet hier moet worden uitgeschakeld, want ja, dan zou het lampje ook nog uitschakelen. Nee, je krijgt dus dan dat de thermostaat, ja, die zal dus hier ergens moeten komen, of eventueel hier. Zo, ja, op een van deze twee plekken. Ja, want dan wordt dus de stroom door het verwarmingselement alleen uitgeschakeld. Een eenpuntsvraag. Het is dus ook duidelijk dat het ene punt kreeg dat je hem op een van deze twee plekken zette. Trouwens, in het correctievoorschrift stond ook, stel je voor, je zou hem daar neerzetten, dan was het ook goed geweest.
Ja, het gaat er vooral om dus dat het lampje wel blijft branden, maar dat verwarmingselement uitgeschakeld wordt. We gaan verder. Ja, met vraag 7. En vraag 7 is een mooie berekeningvraag. Dus met een berekeningsvraag betekent dus dat je eerst eventjes naar de diverse gegevens staat. En allereerst is het hier, ja, een nuttig vermogen van 0,80 kilowatt levert verwarmingselement. En het rendement is 95%. En hieruit volgt dat de weerstand van het element gelijk is aan 63 ohm. En dat moet je eigenlijk dus hebben, dat is die 63 ohm, dat wordt dus eigenlijk met een berekening gevraagd. Hè? Dus ik doe eventjes zo, ja, toon aan met een berekening dat het inderdaad die 63 ohm is. Oftewel, hè, als je dit eventjes samenvat, dan krijg je deze gegevens, de nuttige vermogen is 0,80 kilowatt, rendement 95% en gevraagd R. Nou, dan is dus inderdaad eventjes nu weer de vraag van, goh, welke formule kun je gebruiken om R te berekenen? Nou, één ding weet je in ieder geval al, namelijk, je weet ook, het stond hier niet bij, maar je hebt wel inderdaad dat, kijk, de spanning, die wist je ook, dat is 230 volt. Oftewel, dan heb je de spanning al, nou, dan heb je dus voor R, ken je formules, maar of het R is dus R is U, gedeeld door I. Zo, ja, en als ik dit nou zo heb opgeschreven, dus R is U gedeeld door I en U is 230 volt, dit is dus al één punt waard waarschijnlijk voor het gebruik van R is U gedeeld door I. Maar je moet I nog wel kennen, maar kijk, ik weet natuurlijk de nuttige energie, vermogen. En ik weet dat vermogen, ja, die kun je weer krijgen met P is U keer I. Zo, nou, U weet ik, I, die wil ik graag weten, oftewel I is P gedeeld door U. En let op, hè, P is niet die 80 kilowatt, nee, hè, want het rendement is 95%. Dat betekent dus, hè, als je dat eventjes een beetje opschrijft, hè, dan heb je dus dat het rendement, hè, dat rendement, nou, eventjes, ja, daar ben ik weer. Ja, het rendement is altijd het nuttige deel, in ieder geval dus vermogen, gedeeld door het totaalvermogen. Nou, rendement 35%, die is 0,80 kilowatt. Dus als je dit eventjes anders schrijft, dan krijg je dus dat de totale vermogen is dan 0,80. Als we meteen even in watt doen, 0,80 kilowatt is 800 watt. Ja, en dan gedeeld door de rendement, rendement 0,95. Zo, en dan kom je op 800, oh, eventjes zo, 800 gedeeld door 0,95 en kom ik op 842 uit. Ja, is 842 wat, inderdaad. Ja, oftewel, dit wordt dus, hij moet 842 wat leveren bij 230. Zo. Ja, en dan kom ik op 842 gedeeld 32. Ik werk even met onafgeronde getallen in mijn rekenmachine. En dan kom ik op 3,66 ampère. Oftewel, dan kan ik de R berekenen, want dat is 230 gedeeld door 3,66. En dan kom ik op, nee, ook hier doe ik eventjes het onafgerond. Gedeeld door die. En dan kom ik op 62,8 ohm. En dat is inderdaad afgerond 63 ohm. Ja, en dat klopt. Ja, dus even, nou, weet je wat, we doen even een krultje bij als conclusie. Let op, hè,
Als je dus dit zo gaat berekenen, ga niet klakkeloos uit dat er dan wel 63 uitkomt. Want het kan wezen dat je hier ergens een rekenfout hebt gemaakt en dat er geen 63 uitkomt. En dan heb je dus de kans dat je niet één fout hebt gemaakt, namelijk hier ergens die fout. Maar dan maak je twee fouten, want dan heb je dus hier ook nog een rekenfout gemaakt. En dat zou een beetje zonde wezen natuurlijk, dat je dan niet één punt, maar dan twee punten kwijt zou zijn. Nou, we gaan ook hier weer even kijken van hoe kun je die drie punten hier verdienen. Zo, nou, hier staat het dus al. Het gebruik van het rendement, hè, waarbij dus P nuttig is 0,8. Dus dat is dus dit stukje hier. Nou, gebruik van P is U keer I en U is I keer R. Of je had het ook in één keer kunnen doen. Nou, dat is ook één punt. En tenslotte het completeren van de berekening. We gaan verder, dit was vraag 7. En, voordat ik het vergeet, let op, hè. Hier staat, hieruit volgt dat de weerstand gelijk is aan 63 ohm. Dus ze hebben hier niet gevraagd van berekende weerstand. Nee, hè, ze geven de weerstand. Dat betekent dus dat je 63 ohm waarschijnlijk straks weer een keer nodig zult hebben. Wie weet bij de volgende vraag. En dat is vraag 8. Hè, verwarmingselement. Je ziet daar in figuur 3 staan. Staaf heeft een lengte van 0,60 meter, et cetera, et cetera. In ieder geval, er moet een berekening worden gevraagd. Kijk maar even bij vraag 8. Ligt je aan het toe met een berekening. Dus we gaan eerst weer even de gegevens opschrijven. En de gegevens is dus, let op, in ieder geval die 63 ohm moet je ook erbij doen. Het heeft een lengte van 0,60 meter. En fossiel is een staaf van massief nikkelchroom, dus nikkelchroom. En gevraagd wordt van wie heeft gelijk? Is het een hele dunne draad of is het gewoon die hele dikke draad? En je moet de antwoord toelichten met een berekening van het diameter van de draad. Dus een berekening. Nou, alles bij elkaar zijn dit de gegevens. Ja, de weerstand, de lengte. En dat het een soort materiaal is. Maar kijk, dat nikkelchroom, dat ga je natuurlijk gebruiken om weerstand, lengte, materiaal. Dus dan moet je gewoon de soorten weerstand hebben. Nou, dan heb je nikkelchroom. Let op, het nikkelchroom is niet een zuiver metaal. Dus je gebruikt nikkelchroom. Die zoek je op in tabel 9 van BINAS. Dat zijn de gegevens van alliages of legeringen. En daar staat dat voor nikkelchroom de soortelijke weerstand is 1,10 keer 10 tot de macht min 6. Ja, dus die schrijf ik er eerst even achter. Ja, dus hier. Zo. Ja, soortelijke weerstand. Oh, eventjes mijn pen erbij pakken, want ik probeer het nu met een muis, maar dat lijkt me niet echt handig. Ja, soortelijke weerstand is 1,10 keer 10 tot de macht min 6, eenheid ohm meters, maar de eenheid is hier op zich nog niet echt belangrijk. Nou, gevraagd D, ja, hoe kun je D berekenen? Nou, eventjes, je gebruikt natuurlijk de formule voor R is rho L gedeeld door A. Ja, dan kun je A berekenen, want, zeg ik even hieronder, want ik weet dat a is een kwart pi d kwadraat. Ja, dus d is links en rechts keer 4. Links en rechts delen door pi. En dan de wortel eruit. Zo. En dan heb ik de diameter. En moet ik dus hier a berekenen. Nou, eventjes omrekenen. A is rho keer L gedeeld door R. Ja, het omrekenen van formules. Omrekenen van formules is toch wel van belang dat je dat goed onder knie hebt. En als je dit uitrekent, nou, dan krijg je dus 1,1 keer 10 tot de macht 6. Die 0 vergeet ik eventjes. Keer de lengte in meters. Stond gelukkig hier al meters. En gedeeld door R. En dat was dus die 63. Ja.
Min 6 natuurlijk, hè. Hier 1,1 keer 10 tot de macht min 6. Nou, eventjes dit uitrekenen. 1,1 10 tot de macht min 6 keer 0,6 gedeeld door 63. En dan kom ik op 1,048. Ja, dat doe ik zo meteen toch wel weer, hè. Dus 1,048. Keer door 1 hieronder 10 tot de macht min 8. En als je alles in de juiste eenheden hebt gedaan, nou hier is dit moet een 8 wezen hoor. Zo. Ja. Ja, dan krijg ik natuurlijk in vierkante meters. Zo. Ja, dit vul ik dan hierin. Dus dat wordt 4 keer die 1,048. Keer 10 tot de macht min 8 gedeeld door pi en dat de wortel van hoppakee, nou en dan kom ik he, door weer een onafgerond, dus 4 keer rho en dan gedeeld door pi en dan kom ik op 1,33 keer 10 tot de macht min 8, daar de wortel nog van en dan kom je op een diameter van 1, nou even kijken hoor, hoeveel cijfers significant, 2 cijfers significant, dus dan is het 1,2 keer 10 tot de macht min 4, nee, en ook hier de juiste eenheid diameter moet dus in meters. Ja, dat betekent dus dat dit gelijk is aan 0,12 millimeter, oftewel, hè, wie heeft gelijk, nou, hè, Mare beweert dat de staaf een holle buis is met daarin een dunne draad van nickelchroom. Nou, 0,12 mm is duidelijk hè, dat in dit geval hier Mara gelijk heeft. Dus, hè, dus Mara gelijk. Nou, ook hier weer even natuurlijk van hey, punten, 4 punten te verdienen. Ja, hoe kon je die hier krijgen? Zo, nou, hier staat het. He, je ziet 1 punt voor gebruik van de formule met de juiste waar voor de zorgelijke weerstand. Gebruik van H, A is pi r kwadraat en D is 2r. Maar je kunt hier natuurlijk meteen ook zeggen van gebruik van H, A is een kwart pi d kwadraat. Completeren van de rekening en let op, he, consequente conclusie. Ook dat niet vergeten. He, dus dat is dit stukje hier. Ja, dat levert 1 punt op. En dan heb je 4 punten. Hè? Dat is wel weer mooi meegenomen. En mooi meegenomen is ook dat de opgave alweer helemaal af is. Dus ik zou zeggen weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende opdracht.